Stel voor dat we eens gaan kijken hoe deze kippenkweker eigenlijk het probleem van de muizen gaat aanpakken. Ja. Oh, kijk, Ellen. Zo'n traditionele muizenval werkt natuurlijk ook. Maar niet elk muisje is even dom om daar gaan in te lopen. En twee muisjes maken al snel vele muisjes. En hoe goed dan katten ook hun best gaan doen, niet elke muis kan natuurlijk gevangen worden. Hè? Nee, maar jij met uw ouderwetse muizenval, ik heb iets veel efficiënter bij. Kijk. Dat wordt in kant-en-klare zakjes verkocht. Ja. En het enige wat we eigenlijk moeten doen, is die zakjes op een strategische, veilige plaats wegleggen. Ja. En dat kan zijn tussen een stapel grieven in een tuinberging of in een kier, in een spleet, tussen een vloer ergens. Eigenlijk gewoon wegleggen waar je denkt dat er muizen zijn. Ja. En kunnen we dat dan ook gebruiken in het kippenhok? Ja, dat zou ik toch niet direct doen, want dan kunnen de kippen er ook aan eten. En dat is niet echt de bedoeling. Je kunt daar natuurlijk buiten ook van sterven. Ja. Ja. Kijk, Ellen, muizen hebben pleinvrees. Dat wil dus zeggen dat ze niet in open vlaktes gaan rondlopen of zo. Gewoon omdat ze veel kwetsbaarder zijn voor roofdieren en voor katten en zo. Dus ze lopen altijd langs voorwerpen of ze kruipen onder voorwerpen. Dus daarom gaan we ons lokaas langs voorwerpen of tussen spleten gaan plaatsen. Hè. Nog een voordeel is dat die zakjes, zolang ze gesloten zijn, vochtbestendig zijn. Ja. Dus je kan perfect in een vochtige kelder of buiten in de regen. Mm-hmm. Eens de zakjes open zijn, zijn ze minder lang houdbaar. Ja. Nu Ellen, wat ik mij afvraag, kan ik dit muizengif nu veilig gaan gebruiken? Neem nu dat de kinderen of de hond, de poes of zelfs deze kippen eraan beginnen te eten. Daarvoor is deze speciaal ontwikkelde voederdoos. Hè. Je steekt het product erin, je sluit de doos zorgvuldig af, je zet ze op een strategische plaats en zo kunnen de kinderen, de kippen, de vogels er eigenlijk niet aan. De muizen wel, want die kunnen langs die opening naar binnen lopen. Ja. Het is proper, het is netjes en het is weersbestendig op die manier. Hè. Ja, en als ze daar nu nog zo'n houten blok op leggen, dan kan de wind er ook niet aan en blijft ze mooi op haar plaats. Inderdaad. Nu Ellen, wat gebeurt er wanneer het lokaas volledig opgegeten is? Wel, je opent de doos, je legt er nieuwe zakjes gif in, je sluit de doos terug. Mm-hmm. En de muizen en ook de ratten kunnen terugkomen snoepen. Hè. Ja. 4 à 5 dagen nadat het lokaas opgegeten is, gaan de ratten en de muizen sterven. Ja, dat is goed nieuws voor ons, iets minder voor de muizen natuurlijk.